bent van het project Haagse Hopje. Wat doet het project Haagse Hopje precies? Wij lenen speelgoed uit voor in de speeltuin. En dan doen we dus, zitten we hier meestal voor de deur om te kijken of alles naar wens gaat met verkeer en zo. En dan zijn we 4 dagen in de week open. Maandags, dinsdags, woensdags en donderdags. Nou, dat is een heel mooi initiatief. Ja. En u had de prijs gewonnen om de tuin op te knappen. Klopt dat? Ja, dat klopt. We gaan de tuin opbranden. De schutting ligt op 6:30. En daarnaast kopen we ook nog een klein ijskastje. En wat nieuwe plastic stoelen hebben we nodig. We moeten ook speelgoed nog onderdak geven. Dus het schuurtje wat er staat, het dakje is ook verrot. Dat wordt ook opgeknapt. En dan kan je makkelijk je speelgoed pakken en wegzetten. Want we komen hier binnen ruimte tekort. Oké, en de kinderen, ik neem aan dat de kinderen heel blij zijn met dit initiatief. Ja. Heeft u ook wat van de buurtbewoners zelf gehoord? Die weten het eigenlijk nog niet. Oké, dus dit is een nieuw project? Ja. Het Haagse Hopje zelf bestaat al 20 jaar. Wat we allemaal doen met de kinderen. En dat weet iedereen natuurlijk. Ze weten ons allemaal te vinden. Ja. En de rest, dat komt vanzelf allemaal. En hoe lang zitten jullie al? 20 jaar. Ja, dus 21. Dus we gaan nu weer 21 jaar verder? Ja. Nou, dat ga ik niet meemaken. Kijk, nee, daar staat het, 20 jaar. Dat hebben we gevierd. En we organiseren een straatspeeldag. Ja. En we zitten hier zomers met de ouderen. 3 maanden. Dat komt goed van pas. Ja. Dan kunnen jullie gewoon weer verder uitrijden. Ja. We hebben ook nieuwe stoelen voor de ouderen nodig. Dus vandaar. En hoe reageert de buurt gewoon op het speelgoed? En wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt, maar de buurt vindt het heel normaal. Nou zijn we er 3 maanden dicht, hè? December, januari, februari. Want je zit echt van Piet Snot hier. En woensdagmiddag hadden we gewoon open gemoeten, maar je ziet het, er is helemaal niks, want het is heel slecht weer. Okay. En dan vragen ze wel op een gegeven moment van wanneer ga je weer open? Ja. En er zitten anderhalf kind zit hier in de speeltuin. Zit je hier met z'n tweeën, met z'n drieën, dat is ook een beetje overdreven. Dus wat u zegt is, het is eigenlijk heel gebruikelijk dat de speelgoed er is, maar dat moet wel wat voor gebeuren en u zorgt ervoor dat dat gebeurt. Wij zorgen ervoor. We hebben nu toevallig van de borrel, want daar vallen we onder, de bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek, hebben we geld ter beschikking gekregen om wat nieuw speelgoed te kopen. Okay. Het is allemaal aan slijtage onderhevig natuurlijk. Ja. Dus dan gaan we dat nog even doen, voordat we weer open gaan. En je kunt nog een oproep doen. Zoekt u nog vrijwilligers? Ja zeker. Wat kunnen ze doen? Nou, ze kunnen dus meehelpen en voor veel speelgoed zorgen. En we hebben mensen nodig die repareren. Want je kan niet meer gelijk als iets stuk is van alles weggooien, niet waar? Dus daar hebben we mensen voor. Maar ook mensen die dus hier het hopje bemannen. En dan dat we misschien 5 dagen en ook de vrijdag erbij open kunnen. Deze prijs, is dat een stimulans om door te gaan? Ja, zeker wel. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Dat is voor de kinderen. Ja. Dat is heel daarom, en daar doe je het voor.